allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag gaan we namelijk een shoplog opnemen. En ik heb dit nog nooit eerder gedaan, maar er was heel veel vraag naar, doordat ik van het weekend lekker geshopt heb. En dat heb ik toen gedeeld op mijn Instagram en heel veel vroegen toen eigenlijk of ik dat met jullie wilde delen. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik ben best wel goed geslaagd, ik heb veel dingen gekocht. Want ik ga ook binnenkort op vakantie aankomende woensdag. En ik had ook zoiets van, ja, ik heb het nu net gekocht. Dus stel dat je een item heel erg leuk vindt, dan is er ook nog een hele grote kans dat het nog in de winkel hangt. Dus ja, kun je het direct nog gaan halen. Laten we gewoon lekker beginnen. Ik wil hem gewoon kort en krachtig houden. Dus laten we beginnen met de Pull & Bear. Bij de Pull & Bear heb ik dus één item gekocht. En dat was een rokje. Die was in de sale. Heel erg goedkoop. Hij was normaal gesproken 20 euro en nu 6 euro. Het is een rokje, een beetje iets donkerder blauw. En het leuke is aan dit rokje dat je een extra lap stof hebt aan de bovenkant. En hier kun je dus ook een strikje in maken. Hij is wel iets korter, maar de stof is echt super dik. Ze hadden er nog wel een aantal hangen, dus mocht je zoiets hebben van nou, ik vind deze echt wel heel erg leuk. Dan kun je hem nog halen bij de Pull & Bear. Gaan we gelijk door naar de Mango. En daar was ik echt goed geslaagd. Ze hadden superleuke items. Ik heb onder andere deze jurk. Ik wilde echt nog wel wat langere jurken hebben. Dus deze is daar echt gewoon ideaal voor. De jurk is vooral ook gewoon leuk om een riempje op te dragen. Dus zie je toch nog even wat meer je tijen. En valt hij niet zo plat naar beneden. Hij zit nu even verkeerd. Maar zo kun je wel goed zien dat er dus een binnenjurk in zit. Dus hij schijnt niet door. Echt een fijne jurk. Mooie kleur ook. Was wel mooi bij mijn huid. En ik denk dat die echt ideaal is voor de vakantie. De prijs is volgens mij ook 26 euro. En hij was 60. Toen hadden ze ook nog rokjes in de sale. Ik heb echt een mega goede sale gewoon gehad. Wat fijn is in deze rokjes dat ze weer stretchy zijn. In de meeste rokjes verdwijnt je bril heel erg. Maar in deze is het niet zo. En hij is ook best wel lang. Dus het is ook niet zo dat iedereen zo onder je rok kan kijken. En deze rok was ik echt blij mee. Heel leuk item. Hij was 30 euro en nu was hij 13 euro. Deze hadden ze dus ook in het wit. En die heb ik dus ook gekocht. Zelfde stof. Helemaal dezelfde rok, alleen dan in het wit. En deze was ook 13 euro. Toen heb ik nog een rokje gekocht. Ik was een beetje op de rokjes stoer. Hij valt goed mooi bij je middel. En dan valt hij een klein beetje los naar beneden. Hier zit zo'n leuk rafeltje. Echt een hele mooie stof. Deze was niet in de sale. Maar hij was maar 20 euro. Dat is eigenlijk wat ik bij de Mango heb gekocht. Gaan we door naar de Zara. Yes. Zara is echt mijn favorite store. Ik kan daar uren rondlopen en ik vind eigenlijk bijna alles leuk. Ook daar heb ik natuurlijk wel even gekeken in de sale. Toen heb ik dit topje gekocht. Superleuk. Hij heeft één normaal bandje en eentje met zo'n soort van mouwtje. Schattig topje. Maar hij was normaal 18 euro en nu 6 euro. Oh, ik heb helemaal niet verteld welke maten ik heb. Van deze heb ik maat S gekocht. Maatje S. Van de andere rokjes van Mango ook maat S. De jurk is ook maat S. Dus een beetje. Dan heb ik nog een broekje. Het is een iets wijder broekje. Ik vind het zelf wel gewoon prettig. Hij valt lekker wat hoger. Dus dat is top. En ook deze was in de sale. Normaal gesproken 19,95 en nu 9,99. Dus een tientje. Ik had ook nog een leuke top gezien. Ik begin met de maat. Dat is het makkelijkst. Maat S. Over het algemeen draag ik eigenlijk op maat S of 36 van broeken. Lekker met glitters. Ik had echt zoiets van nou, beter kan niet voor de vakantie. Hij valt iets dieper in de décolleté. En ook achter valt hij een klein beetje naar beneden. Dus dat is wel heel erg mooi. Je kan de bandjes verder niet bestellen. Dus ja, je moet er wel eventjes rekening mee houden. Maar bij mij zit hij eigenlijk gewoon perfect. Dit topje was overigens 26 euro. Dat was de Zara. Gaan we door met de Munkemuller. Bij de Munkemuller was ik eigenlijk als eerste naar binnen gelopen. En toen kwam ik meteen een bikini tegen. Het is dus een oranje bikini. Ze hebben van die leuke gouden detailtjes. Ik vind het wel heel fijn dat hij gewoon helemaal recht is. Dat er niet zoveel stof is. De top heb ik maat M. En die was 10 euro. Voorheen was hij 30 euro. Dus nou, toch mooi 20 euro.
korting meegepakt. Natuurlijk zit er ook een broekje bij. Het is gewoon een normaal klein bikini broekje. Ik heb hier maat S van. Deze was nu 5 euro en voorheen was die 16 euro. Blij mee. Dan. My jewelry. Ik heb laatst ook een samenwerking met hun gehad en toen heb ik ook dit kettingje gekregen. Met een erretje. Ik heb ook toen nog een jumpsuit gekregen. Sommigen hebben hem misschien wel gezien op Instagram of deze foto. Echt veel reacties op gekregen toen ik deze droeg. Je hebt er een leuke riem bij. Je kan hem ook verwisselen voor een andere riem als je dat leuk vindt natuurlijk. En hij gaat open door middel van een rits aan de achterkant. Daar was ik echt wel heel erg blij mee. Toen heb ik in de winkel nog een ander rokje gekocht. Deze. Alleen, die had ze nu maar maat M en ik had maat S nodig. Dus die heb ik besteld en ik heb, als het goed is, dinsdag, de dag voordat ik op vakantie ga binnen. Daarnaast heb ik wel deze slippers gekocht. Ze zijn blauw en een beetje, ja, bruinige huidskleur, nude kleur. Naast dat ze leuk zijn, lopen ze ook echt ontzettend lekker. Deze waren normaal gesproken 35 euro en ik kreeg er een tientje korting op. Ik heb toen ook nog wat dingen online besteld. Dit badpak heb ik onlangs besteld. Hij was 35 euro. Ik heb maat 36. Er zit ook een ceintuurtje op. Echt heel erg leuk. En de kleur is gewoon super mooi. Kan je ook gewoon dragen en dan een rokje of een broekje opdoen. En dan ben je gewoon helemaal klaar. Toen heb ik ook dit nog besteld. Het is een beetje een nude kleur. Het is een topje en een rokje. Het topje is off-shoulder, dus een beetje zo'n gerafeld randje aan. En die is dan samen met deze rok. Ook deze heeft weer zo'n rafeltje aan de bovenkant. En dat dan samen is heel leuk. En het was ook echt helemaal niet duur, want ik heb er 30 euro voor betaald. Dus ik heb geen geld voor een topje en een rokje. En ik ga zeker mee naar die klant. Dan ben ik ook nog bij de Bershka geweest. Dit broekje, wat hoger, olijfgroen. Het zit gewoon hartstikke lekker. Het zit ook gewoon wat hoger. Het zit heel leuk van die grote zakken op. Dat maakt het broekje gewoon echt net wat leuker. Ik heb hiervan maat M. En hij was van 20 naar 13 euro. Dus ja, echt geen geld. De laatste tas. Hudson's Bay. Daar ben ik ook nog even over gelopen. Ik heb een rokje gekocht. Deze is van de Tommy. Echt heel schattig. Ja, hij is wel wat korter, maar stretchy. Dus dat is echt wel heel erg fijn. Hij was 59,90 en hij was nu voor de helft. Dus ja, ik heb er 30 euro voor betaald. Echt de moeite waard. Ja, dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen. Ging super snel. Voor nu was dit de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en er wat aan hebben gehad. Vond je het nou een leuke video? Vergeet dan zeker niet even om een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. En mocht je nou nog leuke ideeën hebben, laat het me dan zeker even weten in de comments. Want dan kan ik daar eventueel de volgende keer ook een video over maken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!